Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Het is tijd voor de laatste wedstrijd van de Rode Duivels in de groep. De wedstrijd is tegen Finland en ik verwacht wel dat de Rode Duivels Finland met gemak kunnen verslaan. Oké, klaar voor de wedstrijd. De Belgen nemen hier nog even een groepsfoto. Oké, we beginnen al aan de wedstrijd. De Rode Duivels beginnen de wedstrijd goed met een aanval. Pas daar is Finland. Gaat Finland scoren? Nee, Den Haag verdedigt een keer goed. En hier komt Hazard met een aanval. Kan langs de Finse verdediging. Hij haalt er wel een hoekschop uit. De Bruyne met de corner. En dan de tussenkomst van hun doelman. De Bruyne nu misschien. Ze zijn nu wel heel erg dicht bij het doel. Jammer van die kans. Hij had moeten schieten. En dan Mertens. En is dat buitenspel of niet? De goal wordt gegeven, dus geen buitenspel. Hazard met zijn doelpunt. Hij heeft dit seizoen niet echt heel veel kunnen spelen door zijn blessure. Maar hier zorgt hij wel voor de goal. Lukaku misschien? Nee. Lukaku aan de bal en nu Mertens en die scoort. Simpel tweede goal. Het is nog maar 40 minuten gespeeld en het is al 2-0. Misschien nu is Finland voor een goal. Ik weet niet dat. Ik denk niet dat ze er wel kunnen doorbreken. Of misschien wel. Dit is waarschijnlijk de laatste aanval van de eerste helft. Kunnen ze er iets mee? Ze blijven wel lang in balbezit nu. En de scheidsrechter fluit af. Dus we kunnen beginnen aan de tweede helft. De Belgen hebben nog steeds bal. En kunnen ze hier iets mee? Daar kan hij misschien passen. Maar hij dribbelt gewoon met de bal. Lukaku in aanval. Lukaku, hij dribbelt de Finse verdediging voorbij. En dan doet hij dit. We hebben niet echt heel veel kansen gehad tot nu toe in deze tweede helft. Hopelijk komen er nu snel een paar zoals nu. En Courtois heeft. Nu kunnen de Belgen misschien meteen een aanval inzetten. Oké, hier hebben we Finland weer. En de goal. Ze scoren dan toch uiteindelijk. Het is wel heel erg laat in de wedstrijd. Dus ze hebben nog maar een paar minuten om weer gelijk te maken. Hier zie je nog eens de herhaling. Hij staat helemaal vrij en kan gewoon scoren. Oké, het ziet er naar uit dat de wedstrijd is afgelopen. Met een 2-1 stand. De Belgen hebben dus een groepswinst. En gaan zo door naar de volgende ronde. En Finland heeft deze wedstrijd verloren, maar ze hebben wel goed gestreden. Ik wil bedanken om te kijken naar deze video. En misschien is dit wel een weerspiegeling van echte wedstrijd. En dan wil ik je bedanken om te kijken naar de video. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.